Hoe lang kijk jij naar een kunstwerk? Gemiddeld doen we dat maar 28,63 seconden. Dat is helemaal niet veel. Vandaag is het Slow Art Day. Dat wil zeggen dat we 10 minuten gaan kijken naar één kunstwerk om er zo een beetje langer over na te kunnen denken. Ik heb vandaag de eer om hier in het Koninklijk Museum van de Schone Kunsten in Brussel de cloaca van Wim Davat te komen bekijken. Laten we beginnen. Ik kan er niks anders over zeggen dan dat hij gewoon ranzig is. Die flessen zijn zo van binnen een beetje beschimmeld precies. En om te denken dat dat dan is wat binnen in uw lichaam omgaat, ik weet niet, dat is toch niet het meest smakelijke om aan te denken. Ja, daar ligt het dus, hè. De kak. Een meesterwerk. Wim Delvoye heeft er ook voor gezorgd dat de geur authentiek is. Dus het ruikt ook echt naar kak. Het doet u wel nadenken over wat is kunst nu eigenlijk? Een machine die kak maakt, is de kak dan kunst? Is de machine dan kunst? Dan zijn wij allemaal eigenlijk kunst, want eigenlijk zijn wij allemaal machines die kak maken. Dat is om over na te denken. Het was eens interessant om wat langer te blijven stilstaan bij dit kunstwerk. Ik zou zeggen, probeer het zeker zelf. Ga naar een museum in je buurt. Dat kan op Slow Art Day of elke andere dag van het jaar. Neem je tijd, kijk eens wat dieper. Ik ga nu naar huis om nog wat na te genieten en na te denken over de kakmachine. Dag!